Diverse wijken in Gouda worden de laatste weken geteisterd door autobranden. We gingen de straat op en vroegen de Goudenaar wat zij hiervan vinden en of zij eventueel ook voorzorgsmaatregelen treffen. Waar woont u in Gouda? Ik woon in de Heuvelaan in Bloemendaal. Dus daar is in Bloemendaal, dat is weinig nog gebeurd in die hoek. Nee, in die hoek wel, maar in Bloemendaal zijn er ook. Bent u niet bang aan het worden? Nou ja, soort. Kijk je s'nachts wel een beetje als je naar buiten komt. Even kijken voor de ramen. Heeft u een auto of alleen die scooter? Mevrouw, mijn auto. Neemt u een voorzorgsmaatregel? Bent u bang dat het ook naar de heuvel aangaat of niet? Nee, daar heb ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Nee. Nee. Enig idee, ja. Ze denken dat het een pyromaan is, maar wat denkt u ervan? Ja, ik heb helemaal geen wie zoiets in zijn kop haalt eigenlijk. Sommigen zeggen we moeten de hele stad volhangen met camera's, dan zijn we er vooraf. Is dat een oplossing? Voor mij mag alles, ja. Maar ja, staat het een oplossing, de hele stad volhangt met camera's? Ja. Nou ja, ik geloof dat het niet zou helpen, ja. Toch wel. Dat ze er toch... Maar u gaat niet verhuizen naar... redelijk leuk nog daar in Heuvelaan, hè? Maar wel een grote parkeerplaats er in de buurt. Hele grote parkeerplaats. Er staan er s'nachts zat. Dus... Ik zal maar uitkijken. Ja, daarom zeg ik dat liever niet eigenlijk. Mevrouw, Gouda wordt geteisterd door autobranden de laatste weken. Daar heeft u zeker ook wel van gehoord. Ja, zeer zeker. En dat is een heel onprettig gevoel. Ja, woont u ook in een wijk waar het gebeurt? Met name in Korte Akker of in Bloemendaal? Ik woon inderdaad in een van die wijken. En het is heel vervelend dat je daardoor toch een stuk onrust in, vooral 's nachts in de wijk hebt. Merkt u dat ook overdag of 's avonds onrust in uw buurt? Nou, de onrust zit meer bij mezelf. Zo van, ik parkeer dan toch mijn auto op een andere plek dan... of tenminste, je let echt goed op welke plek waar je parkeert. U heeft dus voorzorgsmaatregelen getroffen? Nou, in die zin wel, ja. En 's avonds, als je wat hoort, dan kijk je toch wat eerder naar buiten. Ja, ja, bij het minste geringste denkt hij, oh nee hè? Nou, zo valt het nog wel mee, maar toch wel dat je wat meer oplet dan anders. Dat zie je zeker, ja. Ja. Enig idee wat hierachter kan zitten? Een pyromaan, een gestoord iemand? Ja, dat laatste denk ik sowieso. Nou ja, dat zijn uw woorden, maar het is wel iemand die heel veel plezier in heeft om andermans zaken dus te verruineren. En dat vind ik een hele kwalijke zaak. En wat, u neemt dan bepaalde voorzorgsmaatregelen. Er worden gesuggereerd, laten we heel Gouda volhangen met camera's. Zou dat een oplossing zijn? Nou ja, ondertussen kom je haast niet meer aan camera's onderuit, om maar zo te zeggen. Maar als het voor de veiligheid is en je hebt niks te verbergen, waarom niet? Alleen er moet wel een beperking op zitten op hoe lang die gegevens bewaard kunnen blijven. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als persoon overal gevolgd kan worden, terwijl daar geen reden toe mag zijn. Nee, George Orwell heeft een mooi boek geschreven, maar het moet hier geen werkelijkheid worden. Nee. Big Brother Watching You. Oké, het gebeurt eigenlijk al wel. En ook met het uitpeilen van je telefoon. Maar alleen dan wanneer het echt noodzakelijk is en niet zomaar. Ja. Nou, ik hoop dat er bij u helemaal niks gebeurt. Nee, dat hoop ik ook. En voor anderen ook, absoluut. Meneer, heeft u een auto? Ik heb een auto. En u woont in Gouda? Ik woon in Gouda. Heeft u ongetwijfeld al gehoord dat de laatste weken nogal wat autobranden zijn? 19 autobranden, wat vindt u daarvan? Ja, verschrikkelijk. Ik heb het inderdaad gelezen in de krant, maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Woont u toevallig ook in een wijk in Kortakker of in Bloemendaal waar dat het geval is, zodat u bang wordt van, als die mij er maar niet aangaat? Nee, eigenlijk niet, want ik woon nu in een binnenstad, dus daar heb ik nog weinig over gehoord. Maar het zou natuurlijk heel zonde zijn als het ook hier zou gebeuren. Wat zou de politie of iemand anders dat tegen moeten doen? Ja, ik vraag me af of je daar überhaupt iets tegen kan doen. Wel kan je afvragen, waarom doet iemand zoiets? Dat is misschien meer de vraag. Ja, en als iemand echt een auto in de brand wil steken, dan doet hij dat gewoon. Ja, en hij doet het over de hele stad heen. Dus ja, zit er een bepaald idee achter? Ik heb geen idee. Nee, als ik dat wist, dan had ik veel dingen kunnen voorkomen. Maar nee, ik heb geen idee. Nu, de politie staat ook eigenlijk machteloos. En ze hebben nu extra politiemensen gekregen. Ja, hoe lang gaat dit nog duren, denk u? Ik hoop niet lang. In ieder geval voor de mensen. Het is hartstikke zonde als jij door zo'n gekke reden je auto verliest. Ja, ik hoop dat het zo snel mogelijk stopt. Zou dat een pyromaan zijn of niet? Dat zou heel goed kunnen. Ja. Als je zoiets doet, dan ben je al een pyromaan. Ja. Nou, ik hoop in ieder geval dat er bij u niet niks gebeurt. Ik hoop het ook niet, anders moet ik op de fiets naar mijn werk. Ja, maar neemt u bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen nu u het weet van... Hey, ik ga s'nachts er een keer uit om te kijken of die er nog staat of niet? Nou, in de binnenstad moet je sowieso al uitkijken waar je auto neerzet. Maar dat heeft ook te maken met de beperkte parkeerplekken natuurlijk. Maar nee, tot nu toe ben ik daar niet heel erg mee bezig, nee.
Woont u ook een van de buurten, bijvoorbeeld Kortakker of Bloemendaal, waar die auto-inbraken, waar het maar inbraken, was iets minder, die branden plaatsvinden of niet? Woont u in een ander gedeelte van de stad? Ik woon in Bloemendaal, maar wel de kant richting station, appartementgebouw zeg maar. Ja, u heeft ook een auto? Ja, maar die staat dan gelukkig binnen in een parkeergarage onder de appartementen. Ja, dus sommige mensen die treffen dan bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen, maar dat hoeft u niet te doen dan? Nee, en wij hebben wel een probleem gehad 2 weken terug dat er auto's bekrast werden. Dat is weer een ander probleem en daarvoor hebben ze bij ons in de omgeving camera's geplaatst. En ja, dat wordt ook al gesuggereerd, laten we gauw daar volgangen met camera's. Zou dat uiteindelijk toch ook een oplossing zijn of niet? Of is dat een beetje een paardenmiddel? Ja, voor bepaalde delen kan het een oplossing zijn, ja. Maar ja, om nou heel gouden vol te hangen, dat is niet de oplossing. De oplossing is toch om te zoeken naar de persoon of personen die branden veroorzaken. Ja, en je zegt, bij de krassen hebben ze bij ons camera's opgehangen. Heeft dat een oplossing gebracht of niet? Ja, er zijn goede beelden van en die zijn naar de politie gegaan en die hebben het in onderzoek. Ja. Ja, kijk, en als je bij een pyromaan wist van, joh, als hij zou zeggen, ik ga vanavond naar die en die straat, ja, dan kan je hem volgen natuurlijk. Maar ja, hij is onverschillig. Of hij, we gaan uit van hij, ja, wie weet. Wat zal voor iemand zijn? Een pyromaan? Een verdwaald gekkie? Ja, ik vermoed een pyromaan, maar ja, zeker weten, nee, dat durf ik niet zeggen. Maar laten we hopen dat het dat gouden, want het is toch een drama aan het worden zo langs de brand, het is zelfs op de landelijke televisie, dat het toch gauw uit de wereld geholpen wordt. Dat zeker, want dit is voor Gouden ook geen goed nieuws natuurlijk. Dus we hopen hier snel vanaf te zijn, ja. Ja, Gouden was juist een beetje een goede naam aan het kweken. En dan zou je hier, terwijl je er niks aan kan doen, ineens weer een stukje teruggeworpen worden. Ja, inderdaad. Dat willen we met z'n allen niet. Nee. Mevrouw, heeft u een auto? Klopt, ja. Heeft u van de autobranden gehoord in Gouden? Want dat is ongeveer een groot drama aan het worden. Ja, ik heb er wel iets over gehoord inderdaad. Maar ik heb er zelf nog geen last van gehad. Met name in Kortakker en ook in Bloemendaal is het schering en inslag. Woont u in een van die twee wijken toevallig of niet? Ja, in de Kortakker. Daar is het begonnen? Ja, zo blijkt. Ja. Ja. Maar u bent er niet bang voor dat u... Staat uw auto gewoon voor de deur dan, of niet? Ja. Ja, je kan er niet zoveel aan doen, denk ik. Nee, ja, voorzorgsmaatregelen. Ja, je zou hem in een garage kunnen zitten, maar die moet je net hebben natuurlijk. Ja, die heb ik niet. Nee. Nu dat zo vaak gebeurt, is de onrust bij u in de buurt? Kunt u daar iets van merken of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. En u neemt bijvoorbeeld ook s'avonds voor het slapen gaan nog eens even naar buiten kijken of mijn auto er nog staat of niet? Nee, ik ben eigenlijk de afgelopen tijd veel bezig geweest met mijn studie. Dus ik heb voornamelijk gewerkt en gestudeerd en niet daarmee bezig gehouden. Studie is heel belangrijk natuurlijk. Gaat u nu eventueel voorzorgsmaatregelen nemen of gaat u nu anders naar buiten kijken of niet? Nee, ik denk dat het belangrijk is om gewoon... Gewoon doorgaan met leven? Ja. Meneer, u woont in Gouda? Ja, dat klopt. Heeft u een auto? Ik heb een auto, ja. Hij staat nu bij de garage zelfs. Dat kan wel eens heel slim zijn. Ja, ik heb hem expres erheen gebracht. Nee. Weet u dat nou? Nee, hij had een lekker band. Nou, want het, ja, we hinten natuurlijk op de autobranden. Dat is, woont u toevallig ook in een wijk waar dit gebeurt? Bijvoorbeeld Kortakker of Bloemendaal? Pas één op de Martensingel ook in de fik gestoken. En ik woon zelf in de Dellerijlaan, dus dat is er vlakbij eigenlijk. Ja. Neemt u bijvoorbeeld voorzorgsmaatregelen? Ja, hij staat nu bij de garage. Je zou maar zeggen, laat alle banden lekker staan, maar niet. Ja, ik zorg gewoon dat hij niet gewassen is en dat hij er niet al te duur uitziet. Oh, een oude brik. Ja, dat gaat vanzelf. Dus een oude brik wordt waarschijnlijk niet in de... Nou, oude brik, maar... Ja, dat is mijn... Daar gok ik op. Verder doe ik er niks voor. Nee. Is dat hier spreken van een pyromaan, denkt u? Of kan het wat anders zijn? Ja, ik weet niet. Een beetje gissen, denk ik. Dus... Laten we hopen dat het één gekkie is, zeg maar. Ja, en dat ze de gekkie gauw pakken natuurlijk. Ja, maar het is natuurlijk best lastig. Omdat je gewoon, ja, volgens mij gebeurt het vooral 's nachts. Ja, en dan zijn er niet heel veel mensen aan het opletten. Dus ja, ik hoop dat het snel opgelost wordt. Maar ik zie nog niet heel veel aanknopingspunten. Nee, nou, er komen meer politieagenten. Voor een speciaal team is er gevormd, heb ik vandaag begrepen. Maar ja, die hebben ook nog weinig aanknopingspunten volgens mij. Nee, ja, geen idee. Ja.
Ik weet niet, volgens mij was het eerst vooral een Korte Akker, toch? En... Korte Akker is begonnen en nu Bloemendaal ook. Ja, precies. Nou ja, als ik de dader was, vind ik het slim dat je zegt van ik ga het ergens anders doen. Dus misschien hebben we met iemand te maken die een strategie heeft, ik weet het niet. En wat voor strategie zou dat dan zijn? Nou, in ieder geval niet te veel in één wijk en dan verplaatsen naar de volgende wijk, weet ik het. Ja, ik probeer ook alleen maar iets te bedenken. Ja, of misschien zijn het er meerdere, kan ook. Ja, dat kan ook, ja. Maar lijkt me niet heel waarschijnlijk eigenlijk. Nee. Camera's ophangen, zou dat een oplossing zijn? Nou, misschien tijdelijk. Maar ja, waar moet je die ophangen? Ja, ook dat. En ik ben zelf niet zo super grote fan van overal maar camera's ophangen. Maar ja, god. Het gaat om spullen, dus dan vraag ik me ook af hoe erg is het? Als het nou iemand is die mensen aan het overhoop schieten of vermoorden is, dan vind ik dat misschien dat je eerder naar wat ingrijpende controlemiddelen ook gaat grijpen. Maar ja, voorlopig gaat het om auto's, denk ik, ja. Ja, maar ja, oké. Okay. Ik hoor ook van iemand die zou de volgende dag met een caravan op vakantie gaan. Die zijn vakantie viel in het water. Ja, dat kan natuurlijk ook. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Ja. Maar ja, dat is vervelend. Meneer, u woont in Korte Akkeren. Daar zijn de autobranden begonnen. Waar woont, welke straat woont u, ik vragen mag? Ik woon op de Koning Willem in de Winnenweg. Dat is dus bijna bij de Tesselschadestraat. Dat is eigenlijk de westkant van de Korte Akkeren, dat je dus gauw eruit rijdt. Dat is, dus in feite heb ik daar nog weinig problemen. Ook qua verhangjeugd en noem maar op. Dus ja, je weet het nooit, je kan altijd aan de beurt zijn. Hè? Zeg nooit, nooit, nooit. Zeg nooit, nooit, nooit. Want het is... heeft u ook een auto? Ik heb een auto, ja. Ja, en nog niet eens zo lang, want ik heb hem net misschien een goed jaar. En gaat u s'nachts bijvoorbeeld de wekker zetten van een uur of twee, drie? Ga eens even kijken of dit nog staat of niet? Nee. Maar dat komt dat ik ook regelmatig zelf al uit bed kom, dat ik wel eens nodig moet passen. Door dat gebruik van pastabletten. Dus ik, meerdere malen ben ik er s'nachts wel wakker. Maar ik kijk wel of er inderdaad ook niet wat onraad te verwachten is in de Korte Akkeren. Maar ja, het is net wat je zegt, het is in de Korte Akkeren begonnen. Bij de Walverstraat die kant uit. En ook bij het Uiverplein gebeuren. Ja, het is natuurlijk scherende inslag op het ogenblik. Ja, nieuwe politie is natuurlijk ook druk bezig. Krijgen extra politiemensen. Men zegt dat zal wel een pyromaan zijn. Ja, dus kunnen meer zeggen natuurlijk. Wat denkt u? Ik denk dat het niet zo is. Kijk, als het een pyromaan is, dan doet hij wel goed zijn werk, lijkt mij. Maar dat lijkt me niet. Het is gewoon een trend van onder de jonge lui. Want ik zie het zelf bij mij ook wel eens in de buurt. Dat je van, joh, moet je haar niet lekker op je bed leggen. Want dan heb jij niks te zoeken s'nachts op straat. En dan zeggen ze, ja, dan mag je dus weer niet discrimineren. Het zijn meestal vanuit die hoek, zie ik ze dus vaak op straat lopen. Ook door mijn poort heen. En is het vaak is het gewoon ergens, ja, dan denk je van je eigen, nou die zal wel ergens polsauto gaan nemen. Om te kijken, kunnen we daar onze slag ook niet slaan qua inbraak, want dat is in Goud ook hoogstaande. Nou, en nou heb je dus dit erbij als autobrand. Nou, wat krijgen we dan nog meer? Maar het kan ook een gestoorde zwerver zijn. Ken ook nog, ja. Dat zou inderdaad ook nog mogelijk zijn, dat die man niet eens weet waar hij mee bezig is. Want wij praten dus inderdaad over een pyromaan, want het is zelfs nog zo erg dat het er al verteld wordt. Ja, we moeten meer camera's op gaan hangen hier en daar overal. Ja, zou dat de oplossing zijn? Nee, ook niet, want dan is het einde van zoek. Want je kan nooit overal tegelijk bij zijn. En dan nog de vraag, kun je die persoon kun je die aanhouden? Dus ja, het is eigenlijk een laag pitje, laat ik zo maar zeggen. Maar het wordt altijd dat er... Dat degene die dat doet, tenminste gaan even vanuit dat de ene is misschien wel meer, dat die toch gauw gegrepen worden lijkt mij. Het is de hoogste tijd dat het inderdaad, wij liepen inderdaad van tevoren al, zeiden wij, ook met de mannen daar bij de Waag, dat we vaak wel eens, hoe heb je het al gelezen of heb je het al gehoord over oude branden in Oost, die kant eruit, in Brabant, noem maar op. En ook wel eens in het oosten van het land, maar nou zijn wij hier in Goud aan de beurt. En dan denk ik van ja, is dat nou een trend of is het nou mode? Of is het nou gewoon dat ze het een sport vinden? Want daar komt het op neer, want je zegt net al net. Over een pyromaan. Ja, je gaat twijfelen. Het kan een pyromaan zijn, het kan een gestoorde zijn. Maar wat is het nou eigenlijk?